Vandaag gaan we de hosten opnemen samen met Daniel en Esther. Buenos dias, amigo. Buenos dias. Hoe is het? Ik moet zeggen, ik ben wel verliefd op deze regio. Deze heb je niet gezien, maar deze niet wil gezien, ik eigenlijk. Maar bleef knagen. En je kijkt echt over alles ook heen. Nou, het is ook gewoon fantastisch onderhouden. Ik zeg, je loopt ook onder de palmbomen. Ja. Ja, je bent gewoon echt letterlijk op vakantie. Welkom bij weer een nieuwe house tour. Vandaag gaan we een house tour opnemen samen met Daniel en Esther. Ze hebben een super mooie penthouse gekocht op deze schitterende accommodatie. Ik heb een heerlijk Spaans wijntje bij me voor hun Verdejo Finca La Colina. En natuurlijk het welbekende tegeltje met gefeliciteerd met je schitterende aankoop in het paradijs. We gaan er een top video van maken en ik zou zeggen, loop lekker mee. We zijn aangekomen bij het geweldige penthouse van Daniel en Esther. Buenos dias, amigo. Buenos dias. Hoe is het? Goed, jongen. Het is met jou. Gefeliciteerd met jullie geweldige penthouse. Dankjewel. Ik heb een heerlijk wijntje, een Spaans wijntje voor jullie. Kijk eens. En natuurlijk de welbekende tegel. Mooie tegel. Wat staat erop? Ik heb zover, ben ik niet eens in Spaans. Oké, nou, daar gaan we dadelijk over hebben. Kom verder. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Ja, tuurlijk. Dankzij jou zitten we hier. Ja, laten we gelijk naar het uitzicht gaan. Want daar komen we voor naar Spanje. Hé, hoe voelt het nou? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, fantastisch. Ja? Ik moet zeggen, ik ben wel verliefd op deze regio. Ja. Mijn moeder die heeft hier jarenlang in Benamarena een stukje verderop een huis gehad. Ja. Die is helaas verkocht. Ja. Dus we zaten al jaren te kijken van ja, we willen het. Je mist gewoon zo'n plekje. Toen was het heel makkelijk. Je boekt een ticket, pakt vliegtuig en je zit hier. Met een auto hier en je zit lekker in de zon. Precies. Ja, je voelt het al. Het is 10 december. Het is 21 graden. En als je het uitzicht ziet, weet je, nou, schitterend complex, de rots van Gibraltar, zie je Marokko. Echt waanzinnig, hè? Ook met het uitzicht hier op het zwembad. Nou, inderdaad, ja, Afrika zie je, je kan echt overal vandaan kijken. Ik vind dat ik een heel mooi uitzicht heb, maar als ik hier sta, dan denk ik ook wel, wat voor dikkie. Hey, dit is wel baas boven baas, Riet. Zo is dat, zo is dat. Hé, hey, maar ja, dit voelt natuurlijk geweldig. Vertel, hoe is het zo gekomen dat je zoiets had van, dit moet hem gelijk zijn? Hoe is dat gegaan? We hebben natuurlijk bezichtigd. Nou ja, we hebben natuurlijk bij jou aan de slag gegaan. Ja. We hebben natuurlijk een soort voorselectie gemaakt, Idealista. Daar is deze niet bij, maar jij stuurde vlak voordat we hierheen gingen, stuurde jij deze door. Ja. Deze is net te koop gekomen. Ja. En dacht, ja, die is fantastisch. Dus we kwamen hier aan en we hebben met Nick een selectie gemaakt van een aantal woningen voor mij, een stuk of 6, 7. Ja. Hij zei, dat is één maar. Hij zegt, deze kunnen we niet bezichtigen. Ja. Hij zei, want er zaten huurders in. Ik zei, ja, ik zeg, maar wil hem gewoon zien. Door de filmpjes en de foto's voelde ik al een beetje van, nou, dit gaat al een soort van in de top 3 komen. Ja. Er zijn nog 2, 3 geprobeerd bij de verhuurder. Hij heeft gezegd, nou, ik wil het absoluut niet. Ik zeg, ik wil die mensen niet storen. Ik zeg, oké, fair enough. Toen zijn we wel op het complex geweest. Nou goed, je hebt jezelf een huis, dus je kent het complex. Ja, zeker. Dus hebben we daar nog letterlijk beneden gestaan, waar Nick ongeveer zijn enkelbanden brak, een bankje. Ja. Nou, dit is hem volgens mij, naar achter gelopen. Ja. En we hebben de rondjes afgemaakt. Volgens mij hebben we daar beneden nog eentje bezichtigd. Ja, dat is heel mooi, strak. Ja. Alleen mis je weer het uitzicht. Klopt. En je mist, ja, zoals je nu ziet, hè, de zon staat er volop. Ja, en daar zit je s'avonds had je geen zon, inderdaad. In de schaduw. Klopt. Ik weet dat we bij Trocadero zaten, s'avonds bij het eten. En toen zaten wij voor bij Diesel de rendementsberekening te maken. Ja. Mijn vrouw en ik, die hadden gezegd, nou, dat is wel de voorkeur. Maar ik had ergens in mijn hoofd van, ja, ik zeg, deze... Deze heb je niet gezien, maar deze wil ik eigenlijk. Maar hij bleef knagen. Ja. Ik zal de vrouw te verder wel een paar filmpjes en foto's doorgestuurd. Dus ik kijk mijn vrouw aan en zij zegt, joh, Daan, ik voel het ook wel hoor, dat het deze moet worden. Ja. En toen zeggen we, keken aan, joh, ja. Ik zeg, joh, nee, ik zeg, laat hier een mensbreking maar zitten. Ja. Ik zeg, volgens mij gaan we gaan gewoon voor deze. Maar dit is ook eerlijk gezegd, dit is echt een verhuurmachine. We gaan zo heel het appartement zien. Maar echt, je hebt hier een geweldige etage, boven een geweldige etage. Het is echt een top appartement. Dat was wel ietsjes boven jullie budget volgens mij, maar ja, uiteindelijk... Ja, we hadden een budget van denk ik 320, 325. Ja. Ex kosten koper dan. Ja. Hier vroegen ze 354 voor. Ja. En ik had al gevraagd, nou, er is al een bod van 340 geweest. Dus ja. Binnen de week waren al 2 biedingen gedaan door anderen. Dus we waren wel kaaps op de kust. Ja. Dus ik had eigenlijk zoiets van, joh, weet je, betaal maar de vraagprijs. Zeg gewoon, deze willen we gewoon hebben. Klopt. Toen ik dacht van, nou, we gaan het gewoon proberen. Wel ietsjes, Toen zei hij 3,45. Nou, hij werd gewoon resoluut van tafel geveegd. Joh, we willen minimaal 3,50 hebben. Ja. En toen belde hij terug. Hij zei, joh, het is geaccepteerd. Het is hem. Mooi, hè? Ja, 31 oktober sleutel gekregen. En nu sta je hier. Ja, mooi. Laten we naar binnen gaan. Ik ben ontzettend benieuwd. Want jullie hebben heel de inrichting aangepakt. Want Esther is hier niet, maar dat is natuurlijk jouw... Nou ja, kijk, Esther is natuurlijk mijn prachtige wederhelft. Die is interieurdesigner. Die heeft een eigen bedrijf ook. Ja. Die is fantastisch in de werk. Maakt de meest mooie ontwerpen. Dat is wel te zien, hè? Ja, ik weet nog dat jij bent hier nog de maandag geweest dat het akkoord was met filmpjes en FaceTime. Van, nou, dit is het. Ja. Nou, toen leek het op jezelf, joh, het kan eigenlijk gewoon de verre in.
kan de verhuur in. Alleen nu, als ik dit zo zie, dan denk ik, wauw. Hè, wat alleen is, er wat stond is? Hier een wit leren bank, er stond weer een grijze kast, ja. Een grijs kleed, een betonnen tafel met ook weer een grijze kast. Klopt. We hebben zoiets van, nou, zeker als je ergens aan begint, ja, ja. Dan gaat gewoon alles eruit. Dan zijn we gaan shoppen en ja, dit heeft ze ervan gemaakt. Ja, het is echt waanzinnig geworden, echt super mooi. En leuk dat de kleedje erbij. Ja, het is lekker fris. Qua verven, hebben jullie daar nog wat aan gedaan? Maar voor mij was alles helemaal strak, hè? Ja, deze was goed. We hebben een beetje een touch-up gedaan, zoals Pilar het noemt. Ja. We hebben een paar kleine dingetjes oneffenheden weggewerkt. Ja. Wat er wel hier geweest gedaan is de trap. Oké. Okay. Die was roodbruin. Ja. Hetzelfde als de keuken. Daar hou je niet van? Nee, ja, het is even niet mijn voorkeur. Nou, ook dit, wel echt waanzinnig. Als mensen dit zien, dan verhuurt het toch gewoon gelijk. Dat hoop ik wel, ja. Ja. Ja, maar dat vind ik wel, daar ben je wel van. Je bent wel iemand van aanpakken. Als je iets gaat doen, dan doe je het gelijk goed. Ja. En dan moet het limpie zijn, maar dat hebben jullie goed voor elkaar. Ja, dat zijn we allebei wel. Weet je, zoals mevrouw en ik zijn allebei perfectionistisch. Ja. Aan de ene kant wel echt onze enorme valkuil. Ja. Ooit op onze bruiloft heeft hij stiefvader wel gezegd, nou, als je die dan samenvoegt, dan ontstaat een soort perfectionisme-explosie ongeveer. Ja. Maar ja, dan weet je wel wat je krijgt. Alles is dan wel perfect. Ja, mooi. En wij nemen gewoon niet met minder genoegen voor onszelf. En ook dit appartement wel. Waar wij gewoon willen komen, ja, dan gaat het ook gewoon wel gewoon verhuren. Ja, je, ja, moet zeker. Ook, je moet ook wel een plek hebben waar je zelf graag wilt. Tuurlijk, als jij zelf al zegt van hier zo ik boeken, ja, dan ja, weet je al dat je het goed doet eigenlijk. Ja. En dat is wat ik altijd ook zeg tegen iedereen. Doe het echt of dat jij er ook zou boeken. Ook tijdens het aankopen natuurlijk, zal je jezelf boeken. Ja, en als het antwoord ja is, dan weet je eigenlijk genoeg. Ja. Mooi. Hey, wat hebben we nog meer? De trap is wit geworden. Ja. Ook de keuken was ook roodbruin. Wit gemaakt, alle kastjes. Ja, mooi. Ja, voor deze zit alles erin. Koelkast, vriezer, wasmachine, vaatwasser, oven. Ik vind het wel strak. Ik heb natuurlijk zelf ook deze keuken, die roodbruine keuken. Maar wij denken toch ook zelf dat we dat wit gaan doen. Dat is toch wel een. Ja, nu zie je het. Mooi kan worden. Je hebt het eigenlijk even voorgedaan, zeg maar. Ja, voor deze alles is helemaal nieuw. Ja. Inventaris nieuw, nieuw bestek, servies, alles. Ja. Super. Gewoon tip-top in orde. Mooi. En natuurlijk geweldig uitzicht wat je zegt. Ja, dat is het mooiste. We hebben daar natuurlijk de achterkant uitzicht. Als je hier staat, heb je hier je hebt de bergen, je hebt de zee. Ja. Nou, je hebt de nieuwbouwprojecten daar, Oceana Gardens zitten. Ja, heel mooi. Mooie vallei, daar de bergen. Ja, ja, echt heel mooi. Dit is dus het Spaanse plaatje wat je altijd voor ogen hadden. Precies. Strak blauwe lucht. Ja, heel mooi. Oké, slaapkamers. Want hoeveel slaapkamers heeft Thuis? Twee slaapkamers, twee badkamers. Mooi. En dit noemen ze dan zeg maar niet de master, maar eigenlijk de tweede slaapkamer. Ja. Oh, waanzinnig zeg. Dit is wel echt bizar, hè. De kleinste dingen, De kleinste dingen. Hier zaten van die, dezelfde als van de deurknop daar. Van ze waren best zwaar ook nog. Van die vierkante ijzeren blokjes zaten erop. Ja. Nou, wat het verschil alleen al maakt, gewoon met simpel hout. Heel leuk zeg, heel leuk. En het was ook wel een beetje in de stijl. Ja, oh. Ja, dat moest allemaal weg. Voor de kids. maar dit kan je gewoon zo, dit kan je natuurlijk zo losmaken. Gewoon eruit schroeven en draaien. Top, mooi, supermooi. Ja, een beetje dezelfde stijl, de spiegel. Ja. In ieder geval alle kleuren terug, hè? Licht, fris. Ook heel ruim toch? Zou ik zeggen van wel. Ja, echt heel ruim. Want en dan heb je nog een bed van 1,80 bij 2 zelfs. Ja. Echt bizar. Heel mooi. Ja. En dit uitzicht natuurlijk als je wakker wordt. Ja, je wordt wakker, je trekt de luik omhoog en je kijkt naar de zee. Ja, heerlijk zeg. Heerlijk, mooi. En je vergeet Nederland met alle regels. Ja, je vergeet. Precies, precies. En alle regels die ze tegenwoordig voor het vastgoed aan het maken zijn. Dat heeft Hugo de Jonge weer mooi verpest voor iedereen. Ja, echt hè. Ja, hier een badkamertje met een douche. Oh ja. Super. Toiletje. Hebben jullie hier nog wat aan gedaan? Deze hebben we eigenlijk zo gelaten. Oké, helemaal. Dat is misschien nog dat we zeggen volgend jaar dat we iets gaan veranderen. Het is super strak. Je hebt er niet meer, dit is een tweede badkamer toch? Ja. Ja. De andere is in dezelfde stijl, die zit aan deze kant. Ja, heel mooi hè. Super. Die heeft dan wel een lichtbad. Ja, gaaf. Mooi. Dit is misschien wat we nog op de planning staat. Dat we zeggen, nou, we gaan dat bad uithalen. Ja. Met een mooie inloopdouche. Ja. Even wat strak. Ja. Zou je dat willen? Want sommige mensen die willen weer graag een bad voor met de kids of iets. Klopt. Misschien is het kijken naar een jaartje wat je voor feedback kan ontvangen van mensen. En wellicht kan je dan de keuze maken, maar echt heel strak, mooi. Ja, dan de master bedroom, hè. Hier ook weer de deurknopjes natuurlijk. Ja. Heel leuk. Waar hebben die vandaan? Ik zou zeggen IKEA. Oké. Nou, volgens mij wel. Dan weten volgens mij zijn ze nog geen eurotje per stuk. Oké, nou dan weten we dat ook. Dan gaan we ook eens even shoppen. Ja, je ziet wat het doet. Ja, zeker. Zeker. Dat is een beetje met alle kleuren. Hè? Het bruine, het hout, het rood dan, het riet. En dit dan licht. Bijvoorbeeld? Waar heb je... Is dit gewoon is van, één bed? Dit is van Decowood. Oké.
En volgens mij, mooi, hè? Zo'n paneel, ik moet even de bon nakijken, maar denk je zo'n 200 euro per stuk betaald? Ja, dat is niks. Ja, je weet je nog, hier stond die, dat grote hoofdbord, dat grijze, ja, leren met die grote olifanten boven, ja, het schilderij. Ja, nee, dat was niks. Wat je ook kan doen met zo'n appartement, met, ja, zo'n penthouse, als je het dan eenmaal aanpakt, hè? Echt super. Ja, en hier ook weer dat uitzicht. Ja, kijk, dit is meest fantastisch. Je wordt wakker, je trekt de luiken omhoog en ja, je kijkt naar Marokko. Dat is bizar, hè? Ja, echt geweldig. Echt super. Hey, wat hebben we nog meer? Want we hebben de twee slaapkamers gehad. Twee badkamers hebben, ja, we gehad. Nou, denk je, dan ben je klaar. En dan? Er is meer, zeggen ze dan. Ik zou zeggen, neem ons mee. Want dat is het meest fantastische van dit appartement. Kijk, mooie witte trap. We hebben gewoon exact de afmeting als beneden. Oh. Hebben wij gewoon een dakterras. Kijk eens aan. En ik kan je zeggen, het uitzicht is hier nog beter. Het uitzicht is hier nog beter, ja. Want beneden is het heel fantastisch, maar hier heb je echt 360 graden. Dus dit is onbetaalbaar. Hey, en jullie hebben hem gekocht voor 350.000 euro. Ja. Uiteindelijk, hoeveel aan inrichting hebben jullie nog besteed? Weet je het uit je hoofd, ongeveer schatting? Ongeveer, inclusief het schilderen, ergens tussen de 13.000 en 15.000 euro. Oké. Okay. Heb je wel het schilderen erbij gepakt? Ja. Dat was bij elkaar ook was 3000, dat was de grootste kostenpost. Ja. Er zijn een paar kleine dingetjes, weet je, we even de airco laten nakijken. En dan is het helemaal klaar. Super, dan mooi, dan kan hij de VU in, hè? Hey, maar neem ons eens even mee, want de kijkers denken, nou, die Daniel die kan wel zo'n mooi appartement kopen. Maar wat doe je eigenlijk allemaal? Neem ons even mee. Wat doen jullie allemaal? Want samen zijn jullie een team. Ja, ik ben inmiddels 42. Toen getrouwd met mijn prachtige vrouw Esther. Die is interieurdesigner, die heeft eigen bedrijf. Mooi. We hebben twee heerlijke meiden, Mila van 4, Nova van 10 maanden. Ja. Uit mijn relatie heb ik nog een zoon, Sven, die is inmiddels al 14. Ik ben zelf accountant, heb sinds 2019 mijn eigen kantoor uitgekocht van de kantoor waar ik toen werkte. En wij helpen eigenlijk, ja, bedrijven van ZZP tot aan mensen met 50 mensen op de payroll, ja, tegen hun omzet. Ja. Doen we eigenlijk alles voor administratie, fiscale aangifte, BTW, VPB, jaarcijfers, wel eens de financieringsvraagstukken, herstructureren. Nou, ik zeg altijd, dan ben je wel echt van noem financieel, fiscaal, juridisch en wij kunnen je helpen. Ja. Dat doen we samen, dat is best pittig soms. Twee eigen bedrijven, ja, twee jonge kinderen. Ja, geweldig, nou, huis in Nederland nog. Ja. Misschien dat we daar ooit nog ook een house tour doen. Ja, dat zou zeker niet meer staan, denk ik. Een mooie, ja, die is, ja. Maar die is helemaal, ja, helemaal vanuit daar is helemaal losgegaan en ja. Dat is eigenlijk haar showroom geworden. Ja, mooi. Wat ik ook leuk vind, jullie zijn ook echt, ja, jullie sporten natuurlijk hartstikke veel, ja, samen. Als jullie iets doen, dan doen jullie het wel echt, gaan jullie er volledig voor. Ja. En dat vind ik wel echt mooi om te zien, ook met jullie huis in Nederland, maar ook met het sporten, ook met dit. En ja, dat kan ik alleen maar waarderen, dus 100 punten voor jullie. Ja, dat is het perfectionisme bij ons zitten. Ja. Ja, het is iets half doen kunnen, kennen we niet. Nee, mooi. Als je het doet, dan doe je het gewoon goed. Ja. En zoals je het naar je zin hebt, dan, ja, anders moet je het niet doen. Ja, super. Ja, je kijkt echt over alles ook heen. Dat vind ik wel echt waanzinnig. Volgens mij kan je mij ook zo zien staan als ik daar op het dak eraan sta. Je hebt de hoek daar, hè? Ja, klopt. Dus ja, dus voor mij komt de zon rond een uurtje of 10, komt hij net hier voorbij. Ja. Maar hij staat nu natuurlijk laag in december. Klopt. Ja, in de zomer heb je natuurlijk 's ochtends al zon. Als je hoort, hè, de rust. Ja, het is bizar. Ik zat hier vanmorgen met een kopje koffie gewoon te genieten van het uitzicht. Het is bizar. En dan laat je gewoon even al je gedachten, laat je gewoon, ja, te vrij lopen, je hoofd leegmaken. Ja. Was je gelijk verkocht toen je eenmaal hier de eerste keer, want jullie hadden het niet gezien nog. En toen je hier voor de eerste keer, ja, en dan echt kwamen, dat was ook echt met de sleutels in de handen. Je had eigenlijk alles al betaald. En dan kom je hier en denk je, ja, dit is hem. Ja, bijna. Alleen de inrichting nog. Nee, we moesten heel even doorheen kijken, maar we waren al verliefd op deze hele stijl. Ja. We hebben dit complex al voor mij een paar keer bij Idealista gezien. Ja. En de combinatie van donker hout, het wit en die torentjes. Ja, heel gaaf. Ja, dat vinden we gewoon echt mediterraans, die Spaanse stijl. Daar zijn we gewoon verliefd op geworden. En dan kom je hier eerst bij de bezichtingenhal en denk ja, je loopt hier beneden en je ziet, hè, je loopt langs de palmbomen. Dat is echt alsof je in een vakantiedorp wandelt. Ja, het is echt waanzinnig. Zo voelt het ook gewoon. Ja, mooi. Dan, zoals van de week, dan ben je bijna klaar met de inrichting. We zijn novemberweekje geweest en deze week dan. Ja, dan is dat nu gewoon klaar. En dan gewoon kijken wat je ervan gemaakt hebt, ja, dan ben je gewoon trots. Ja, supermooi. Supermooi. Respect voor jullie. Ik zou zeggen, laten we daar ook nog eventjes kijken, want dat uitzicht misstaat ook niet. Dat misstaat zeker niet. Hier heb je een hele mooie lounge, dan een eettafel. Mooie eettafels. We hebben de muurversiering wat aangepast. Ja, super gaaf. Toevallig hebben we nieuwe kussen besteld. In gaaf. Een mooie zandkleur. Ja, morgen komen ze hier twee mooie lichtbedden bezorgen. Super. Ze kunnen lekker in de zon liggen. Misschien ooit nog een mooie jacuzzi in de hoek. Wie weet. Hier zo. Plek genoeg. Daarom. Want dit is toch ruim 60, 70 vierkante meter, denk ik dit? Ja, zeker wel.
Ja, bizar. Het is gewoon groot. Ja, mooie lekkere barbecue, buitenkeuken. S'avonds een mooie verlichting onder het barretje hier. Ja, gaat. En dan met dit uitzicht, ja, aan beide kanten. En de spot is natuurlijk geweldig, want wat vind jij nou van dit gebied? Je zei het net al, hier komt bijvoorbeeld Capri, Oceana. Ja. En dit uitzicht gaat nooit meer verloren voor jullie? Ja, dit gebied is geweldig. Ja, we hebben het net even samen vanaf zee bekeken. Ja. Kijk, ik zeg, mijn moeder heeft in Benalmádena een huisje gehad. Dat is een stukje terug richting Malaga. Ja. Ook leuk. Alleen daar merk je gewoon, dit is om massatoerisme gericht. Ja, ja. Het is te vol geworden. Wie weet wat het hier over 20 jaar is, dat weet niemand. Nee. Maar hier is het wat rustiger. Ja. Je hebt hier eigenlijk alles. En ik zeg, je hebt de bergen, je hebt de zee, je hebt Marbella. Estepona. Het ligt overal midden, gewoon echt midden in zit je. Hier komt de sportvereniging, je kan wandelen naar beneden. Het strand. Er komen wat is 11 pedalbanen, restaurant, sportschool. Je hebt Laguna 2.0, precies. Laguna Village wat daar komt zitten. Een lekker restaurantje Bossa. Ja, je hebt wel allemaal leuke plekjes. Maar je merkt gewoon, het is allemaal wat rustiger, allemaal wat hippere tentjes. Wat meer onze smaak. Ja. Ja, we gaan hier zoveel genieten. Ja, de rest van ons leven. En waarschijnlijk ook, als de kids wat groot zijn, dat ze lekker zelf kunnen. Ja. Met vriendinnetjes, vriendjes. Dat geweldig. Eerlijk is eerlijk. Dit is toch, want uiteindelijk koop je dit natuurlijk als investering. Maar tegelijkertijd koop je dit ook voor jezelf. Dat zei je net al. Maar het zal waarschijnlijk alleen maar in waarde gaan stijgen. We hadden het er net al een beetje over. Ja. We denken dat tussen de 3,5 en 4,5 ton is altijd wel een bedrag wat mensen zullen betalen hiervoor. Maar ook de huurinkomsten die je dadelijk gaat genereren. Het is gewoon een geweldige kans die je hebt gepakt. Ja, kijk, Marbella is onbetaalbaar geworden. Als je daar een stukje vastgoed wil kopen in Marbella zelf, dat is niet meer te betalen. Nee. Of je betaalt gewoon te veel voor de kleine oppervlakte. Ja. Het was wel een beetje spannend, hè, voor jullie aan het begin, toen we dit allemaal aangingen met elkaar. Kijk, we hebben natuurlijk best wel turbulente jaren achter de rug, heel leuk gehad. We zijn 2018 getrouwd, 2019 toen Esther zwanger was. Ja. Oh ja, had ik het lef om mezelf uit te kopen en flink te investeren in een nieuw bedrijf. Ik moet uitgekocht worden. Ja. Vervolgens heb ik huwelijksreis geweest. Nou, we hebben net onze droomvilla hebben gebouwd, dit jaar opgeleverd. We zijn volgens mij 2 weken nadat Nova geboren is, zijn we verhuisd. Verbouwing was nog bezig, er moesten dingen gebeuren. En vervolgens zat ik al, op Instagram zag ik jou weer voorbij komen. En ik zeg, hey, Spanje, Ik zeg, wat die gozer hier flikt, dat moet ik ook gewoon kunnen. Want je wou al vroeger altijd wel in vastgoed. Alleen in Nederland had je op een gegeven moment ook zoiets van, het is niet interessant. En toen zag je mij, toen dacht je, daar moet ik mee aan de bak gaan. Nou ja, ik heb vastgoed altijd wel gewoon, ik vind het gewoon gaaf. Ja. De hele sector, gewoon het vastgoed, de mooie gebouwen, wat je ervan kan maken. Bij mijn vorige werkgever, PwC, heb ik ook wel een mooie vastgoedportefeuille gehad. Ja. Ik heb met mijn vriend van mij heb ik in Nederland een vastgoedpandje gehad, leuk gewoon verhuurd. Toen zijn we de bekeer bijna ingetuind. Ja. De second home beurs, notabene. Ja. Met alle lokkertjes. Oh, en voor je het weet zit je ergens helemaal in een soort burgercontract. Ja, was niet leuk. Nee. Maar goed, we hebben 2.500 euro advocaatkosten gekocht. Ja. Goed, dat heb ik gewoon gezien als leergeld. Ja. Ja, toen kwam ik jou tegen. Ja, de social media campagne, zie je, vliegt soms om de oren. Ja. Als jij je vastgoed Spanje ergens op geklikt hebt, dan doen de algoritmes doen hun werk. Ja. Maar je bleef maar terugkomen. Ik zeg, hij doet toch iets goed. Ja. En zo zijn we in contact gekomen, dat klikte gewoon goed. En het voelde wel vertrouwd. Ja, mooi. Dat is het belangrijkste, denk ik. Zeker na de eerste call die we gehad hebben en we gaan het gewoon fixen. Ja. En waar ik van hou, is jij ook gewoon doorpakken. Ja. Dat is oké, we gaan het doen. En dan gaan we. Heb je de middelen, dan gaan we het doen. Wanneer kom je? Augustus. Precies. Of oktober? Ja. Nou, augustus. Prima. Ja. Dit zijn je taken, zo gaan we uitzoeken. Ja. Ja, daar hou ik gewoon van. Ja. En, daarvoor klikt ook gewoon zo goed op. Gewoon gelijk gas geven. Ja. En ook natuurlijk deze, die eigenlijk last minute binnen is gekomen. Ja. Dat is ook wel lekker, weet je wel. Voor hetzelfde geld ga je naartoe en vind je gewoon echt helemaal niks. Ja, dat is dan echt balen. Ja. En dan nu heb je wel echt een soort buitenkantje, kan je het wel noemen. Ja. Ja, wat dan hem ook echt is geworden. Mooi, we hebben nog een geweldig complex, dus laten we daar ook nog eventjes kijken. Ik zou zeggen, dan gaan we daar nog een mooie rondleiding. En, helemaal goed. Let's go. Gaan we doen. We zijn aangekomen bij het geweldige tuin hier. Moet je kijken, waanzinnig. Ja, heerlijk toch? Hey, en waar zit je aan te denken? Ja, de nachtprijs. Wat ga je vragen per nacht dadelijk? We zitten te denken aan hoogseizoen ergens rond de 2,50 per nacht. Praat je een beetje over half juni tot half september. Ja, en je kan er met z'n vieren in? Je kan met z'n vieren in, dus in principe doe je de prijs dan de vier. Ze betalen iets meer dan 60 euro per persoon. Heb je geen hotel voor? Nou, daar kan je in Nederland geen fatsoenlijk hotel per nacht voor vinden, kan ik je vertellen. Dan heb je nog een soort middenseizoen, een beetje van half september tot half november. Ja, ergens 160, 170 zitten we aan te denken. Ja. En dan echt laagseizoen waar we, laagseizoen voor ons, maar dit is ook gewoon een topseizoen. Ja, het is geweldig. Ik denk dat iedereen nu in Nederland wel zoiets heeft van,
Ja, ik zag dat morgen is 25 graden. Bizar, hè? En dan praat je over half december, zit je te kou kleunen in Nederland. Ja, als je al voor 120 euro zo'n penthouse hebt, ja, en zo'n uitzicht. Ziek, hè? Ik zou het doen. Jij zat vanochtend te eten en je keek zo naar de bergen met een blauwe. Ja, heerlijk. Aan beide kanten. Hier een geweldig zwembad, groot. Normaal gesproken liggen er allemaal lichtbedden. Ja, het is ook gewoon fantastisch onderhouden. Ik zeg, je loopt ook onder de palmbomen. Ja. Ja, je bent gewoon echt letterlijk op vakantie. Ja, mooi. En dat is gewoon een heerlijk gevoel. Hey, vertel, we hebben nu een geweldige aankoop gedaan. Ja, we hebben eigenlijk alle stappen samen doorlopen. Ongeveer binnen 3 maanden hebben we het kunnen realiseren. Ja. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het eigenlijk gewoon gesmeerd. Ik zou het zeker aanraden. Ja. Ik zeg, nee, natuurlijk, je betaalt er een bepaalde fee voor. Of je moet het zelf doen. Ja. En dan moet je zelf wel alle partijen uitzoeken. En bij jullie kom je eigenlijk gewoon in een gespreid bedje. Met jou, met Nick, de aankoopmakelaar, met Arie, hypotheekadviseur en Pablo, advocaat. Er zit ook gewoon een stukje investering in. Je betaalt ook gewoon voor een netwerk waar je gewoon in één keer inrolt. Jullie kennen elkaar allemaal. Ik hoef maar 1 volmacht te tekenen. Alles wordt geregeld, ze communiceren onderling en het is geregeld. Ja, dat wil je. En dat scheelt ook heel veel tijd. Ja. En als ondernemer zijn, dat weet je ook, tijd is geld. Dat bespaar je ook dan weer. Zeker, zeker. En uiteindelijk zie je ook, je haalt het uiteindelijk toch wel eruit. Linksom, rechtsom. Nou ja, goed, we hebben bij de aankoopprijs al 4.000 euro eraf. Daarom. Dus, ja. En je kreeg hem zo aangeboden eigenlijk. Ook dat nog. Terwijl heel veel eigenlijk niet op de, stond niet op de lijst. Ja, hij stond niet op de lijst. Dus dat, nou super. Mooi man. Super tevreden. Mooi. Nou, wat ik zei, ik ben echt super trots op deze aankoop op jullie. Dat jullie zo'n mooie aankoop hebben kunnen doen. Geweldige complex denk ik, geweldig penthouse. Ja. En daar gaan jullie heel veel plezier van hebben. Zeker weten. En ik denk ook de mensen die daar een nachtje willen boeken. We zullen even een linkje in de beschrijving doen. Ja. Dat mochten mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze ook even een mailtje sturen. En dan ga jij heel veel plezier hebben van dit mooie penthouse. Dat gaan we zeker doen. Mooi man. Hartelijk bedankt voor deze mooie house tour. Ja, graag gedaan. En we gaan lekker even barbecuen, vind je ook niet? Op naar de volgende ook. Mooi. Op naar de volgende, want hoeveel staan er nog op menu? Voor je 50ste? Ik zei net tegen, als ik 50 ben, zo over 8 jaar, zou ik het liefst zouden de 5 willen hebben. Kijk, top. Dus aan de bak nog. Dat gaan we regelen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog. En we zien elkaar bij de volgende. Ciao!